Kijk eens. Opnieuw Dembele. Naar buiten. Miralas was alleen. Dembele scoort! Dembele scoort! Ongelooflijk! Ze doen het nog een keer. De Olympische Spelen in Peking. De Belgische belofte begeesterde de fans met een memorabele wedstrijd tegen Italië en een vierde plaats. Voor veel waarnemers is het duidelijk, deze spelers en dit voetbal moeten de basis vormen voor de zieltogende echte Rode Duivels. Daar komt hij, Wesley Sook! 0-1! Oh, 0-1, Wesley Sook! Met het optimisme van de Spelen begint België aan de kwalificatiecampagne voor Zuid-Afrika. Bondscoach Van der Rijken haalt met zijn duivels een punt bij het sterke Turkije, dankzij een stevige organisatie, zijn handelsmerk. Dit was echt een wedstrijd uit de oude doos, zou ik zeggen. Met heel veel commotie, met heel veel emotie, met alles erop en eraan. Een paar doelpunten, dus deze groep is daar rijp voor, want anders houd je geen 90 minuten stand hier. De coach waarschuwt toch ook voor een gebrek aan ervaring en efficiëntie van zijn jonge ploeg. Oh, dat is een risicovolle paas, zelfs een heel slechte. Iniesta, nog Iniesta, die dribbelt zich. Oh. Maar na de net onverdiend verloren match tegen Spanje is er bijna unanimiteit. Van der Rijken heeft zijn ploeg eindelijk op de rails en die brengt verzorgd voetbal. De hoop dat België het WK kan halen, laait op. Na de rust, Wesley, krijgen we 3 echt grote kansen, dus we hebben meegevoetbald. Het was niet, ja. Dit is een van de beste wedstrijden sinds lang, toch? Oké, je hebt meegevoetbald, maar je hebt momenten gekozen om eruit te komen. Dat hebben we heel goed gedaan. En toch blijft de relatie tussen Van der Rijken en de media verstoord. Hij voelt zich onheus behandeld en toont vaak zijn misprijzen voor journalisten. Ik ben maar blij van die mensen die me niet begrijpen, dat ze me niet begrijpen. Moest ik dezelfde mening hebben als die mensen, ik zou er heel veel spijt van hebben, denk ik. En tegen Bosnië barst finaal de bom. De Duivels verliezen en Van der Rijken krijgt de volle laag voor een tactiek die helemaal niet werkt. De fans, de media en de spelers morren. Maar ik kan er moeilijk veel over zeggen, want ik kan dingen verkeerd zeggen. Onder hoogspanning trekt België naar Bosnië en daar valt finaal het doek. En laat hem vooral niet van hier voorzetten. Nou, hij heeft ook een linker. Perfecte bal en het is 1-0. Edin Dzeko. De Rode Duivels gaan niet naar Zuid-Afrika. Van der Rijken wordt opnieuw ongewoon fors neergesabeld. Een direct gevolg van zijn verzuurde verhouding met de pers. De positie van de bondscoach is niet langer houdbaar. Maar los van de tactiek krijgen de zonder twijfel talentvolle jonge Belgen lessen in techniek en fysiek, spelintelligentie en onverzettelijkheid in de duels. En de individuele fouten, defensief en offensief, keren ook altijd weer terug. Ik heb die andere generatie nog meegemaakt en daar zal het nooit gebeurd zijn. Nooit, 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 nooit. Een gebrek aan karakter ligt het daar? Nee, gewoon maturiteit. Zo simpel is het. En dus mag de vraag gesteld, is het echt enkel de schuld van René van der Rijken? Of hebben wij deze generatie met z'n allen voorlopig overschat?